Deze heb je letterlijk van mij gestolen. Nee, die heb jij van het internet gestolen, want ik heb ook van het internet gestolen. Ja, het is wel heel leuk gedaan. Ah, waar val ik? Ik dacht dat mijn map niet inladen, maar hier zat toch een berg achter? Nee! Wat is dit? Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn, jongens. En meisjes. En Rick. Ook Rick. Vandaag zijn wij natuurlijk weer wedergekeerd in Content Veen. Wauw. En ik ben nog paarser dan de vorige video. In de tussentijd, tussen de twee afleveringen, heb ik een beetje roze blaadjes overal toegevoegd. En ook blaadjes. Maar leuk dat jullie er zijn. Welkom. Betrapt. Deze heb je letterlijk van mij gestolen. Nee, die heb jij van het internet gestolen, want ik heb ook van het internet gestolen. Ja, ik zat echt van, ik wil een put maken, maar ik kan wel uit mezelf een standaard put maken, heb ik al vaker gedaan. Maar toen ging ik opzoeken naar een design en toen zag ik deze en ik vond deze gewoon zo clean. Ik heb precies hetzelfde. Je zegt ook echt dat ik hem van jou heb gestolen, maar ik heb hem gewoon van het internet gestolen. Ik had een idee. Ja. Ik wil een server tour doen. Een server tour. En dan beginnen we bij, niet mij, we beginnen bij jou, oké? Want jij komt hier net. Nou, dan beginnen we bij mij. Ja, we beginnen bij jou. Ik heb karretjes, kom maar. Hey, het hangt er nog. Je hebt het nog niet weggehaald. Loser! Ik vond het wel leuk eigenlijk. Ik laat het wel. Welkom in jouw, jij bent mijn tour guy. Welkom. Yes. Welkom in Kingdom Force. Kingdom Loser, zie ik al. Nou, hier is mijn nederige treinstationnetje. Ja, je bushalte. Mijn bushalte. Je bushalte. Ik heb hier allemaal hele mooie lantaarnpaaltjes. Wauw, die heb je vast zelf bedacht. Ja, die wel. Oh, die heb je wel zelf bedacht. Ja, deze niet. Okay. Deze kwam ik ook op YouTube tegen. Gadverdamme, jij nakt gewoon alles. Deze heb je ook van YouTube genakt, weet je wel. Deze heb ik ook van YouTube. Ja, jongen. Gestuurd. Ik heb hier al, heb ik dit een beetje aangepakt. Dit is je waterval. Ja, je hebt een rechte trap, heb je ervan. Oh, aha, wat is dit? De villagers. Oh, sinds wanneer zit het hier? Echt wel sinds het begin. Echt? Wat heb jij er veel? Je hebt alles gewoon. Ja, nog niet alles. Dood. Nee. Wauw. Technologie. Ja, ik heb de trap recht gemaakt. Cool. Hier een hele originele put. Het is inderdaad dezelfde put. Ja, ik zag hem ook gewoon op het internet. Nou, dan heb ik hier een hele mooie steiger gemaakt. Ja, uit je bootje. Een hele mooie boot inderdaad. Met een schippersgutje. Nou, dan heb ik hier maar een mooie wachttoren. Wat wacht hier? Waar wacht de toren op bedoel ik? Een nieuwe video van mij. Kan niet lang wachten. Ja. En hier is een... Oh, je kan nog wachten. Nog een wachtkamer. Nee! Abonneer je nou verbanden? Die hangt er al een tijdje. Nou, hier is mijn bed dan. Dit zijn gewoon random kisten. Abonneer verbanden. Want ja, dit heb ik al gezien. Dit is gewoon je enchanting room en Je hebt hem ook in mijn open gedaan. Ja, dit is je geheime ruimte. Open hem voor me. Wat is het eigenlijk? Oh, je farms natuurlijk. Hey, ik ben ook zulke farms aan het bouwen, alleen dan ga ik ze niet in kwart doen. Jezus, je hebt ook gewoon veel eten, jongen. En dan je uitgang was hier, hè? Ja. En dan met een button, toch? Gewoon. Ja, button, ja. Wauw. Alright, laten we naar Floor gaan. Echt nice, hoor. Ja, die van Floor is leuk, hè? Kijk, koeien. Koeien, hele dikke, vette koeien. En dan hier, ze heeft oprecht wel een heel leuk huis, moet ik wel zeggen. Ik weet dat ze het een beetje van het internet heeft gepakt, behalve dan het dak, die heeft ze zelf bedacht. Voor de rest, alleen dit had ik niet gedaan. Nee, ik niet. Maar ik vind wel, het is wel leuk, dit. Dat is zeker waar. Ik heb ook een klein toertje van haar gekregen. Je hebt een toertje? De kistenkamer en zo, ja. Dit ziet er oprecht leuk uit. Veel ruimte ook voor kisten. Is ze nog mee bezig? Een keukentje had ze. Oh, kijk, nu snap ik de vloer. Maar het plafond daar, moet ze dan even trapdoors of zo op doen of zo. Nou, hier had ze een villager, breedkamertje. Villagers dan. En hier de bed, gok ik. Oh, niet eens. Nee, dit is een netherward. Netherward. Hier is het enchantment. Oh, hier zijn de villager kamertjes. Leuk. Ze hebben wel echt veel ruimte, man, in dit huis. Maar de nieuwe mine, die heb ik soort van wel half gezien. Die is hier, hè? Ja, die is hier. Ja, die is lijp. Dit is leuk gedaan. Zo'n ingangetje. Hier binnen ook, kijk dit. Ja, dat is van het internet. Stuurde ze naam op WhatsApp. Zei ze, oh, misschien leuk voor jouw cave. Stuurde een foto van het internet en nu heeft ze hem zelf. Maar hij is wel heel leuk. Het is wel heel leuk, ja. Het is echt heel tof, inderdaad. Ja, het is wel heel leuk gedaan. Ah, waar val ik? Ik schrik me helemaal rot. Ik zag ineens overal gewoon steen en zo. Ik denk, wat gebeurt er? Ik schrok me dood, ouwe. Ik denk, ik loop hier in de lava heen. Jezus. Oh, mijn gast, ik viel en ik schrik. Het duurde ook even voordat mijn brein het had beseft dat ik gewoon daar ergens was. Wat lijp. Dit is al sick gedaan. Nee, jij.
Nee, maar nu is het proces verbroken. Weet je wie het probleem dat niet is? Van ons. Van ons. Let's go. Ah! Oh. Nee, dat is heel leuk gedaan. En dan die brug die ze hier heeft tegenwoordig. En dan die farm hierachter. Wacht, even de farm bekijken hoor. Want we kunnen nu ook naar Kenny gaan. Kenny's basis heb ik ook nog niet gezien. En die van Piet en Mees en zo. Dit is een leuke farm. Dit is echt een hele leuke farm. Zelf hou ik altijd van gewoon meer sierfarm dan gebruikelijke farm. Nou, we gaan eerst wel naar Jorden en Anne. Oké, okay, Jorden en Anne. Jorden en Annie. Want die is via de Nether deze kant op. Ja. Kingdom Jerry heet het ook gewoon. Ze hebben wel de enige die een leuke, gewoon een leuk pad hebben gemaakt. Weet je hoe lang, Ah, ik hier al niet meer geweest ben. Waarom is alles zo stuk? Waarom kom ik ik kon de portal niet uit. Hoezo niet? Ik ben... Ja, misschien ziet de berg er nu even vreemd uit. Maar ik ben druk bezig met project Berg. Heb geduld. Het gaat er vanzelf mooi uitzien. En er staat hier Anijs huis. Oh, Anne's huis. Ik las Anijs huis. Ik dacht dat mijn map niet inladen, maar hier zat toch een berg achter? Ja, klolo. Ah, Jordi is inderdaad gewoon niet meer hier. Maar... Die heeft ze helemaal weggehaald, die berg hier. Ja, klopt inderdaad. Wow. Oké, okay, die is lekker bezig hier. Wat is dit? Dit is de... Oh, dit is wel leuk gedaan. Dit vind ik heel leuk, dit. Zo'n altaartje. Dit ziet er leuk uit. Kijk, Femke die woont hier ook. Wacht, Femke woont hier ook. Oh, Femke woont onderin. Lelijk huisje van Femke Listik. Ah, ja. Spin. Dit is haar huisje. Gewoon. Dit haal ik even snel weg. De Harry Potter kelder. Yep, ja, hier is een kist. Oké. Het is echt een klein huisje. Wauw. Gezellig. Ja. Gezellig huisje. Ah, geen maar eerst. Oh, wow. Jordi heeft het nooit afgemaakt, hè? Maar hier was ooit Jordi's ambitieuze project. Kijk hoeveel Endermans hier binnen zijn geweest. Kijk überhaupt hoe groot het is. Wat wil je hier van vullen? En dan had je hierboven had je zijn tempel. Rick Force is de beste YouTube in elk cap. Maar Jordi is meer een ruïne geworden hier. Dat van Anne is gewoon, dat is echt actief. En dat wordt ook echt leuker en leuker met het moment, weet je? Anne distancieert zich er ook van. Die heeft er gewoon een sloot tussen gezongen. Ja, die heeft gewoon echt een... Ik hoor hier niet bij. Ja, die heeft gewoon echt een eigen eilandje. Er staat daar letterlijk een rip sign. Is dat een ding of zo dat Jordi gewoon echt dood is? Rip Jordi Blanco. Oh, er staat een rip Jordi Blanco. Ja. Oh, dat is nu ook terecht ook. Die tempel was wel echt leuk. Alleen ja, hier heb ik nog diamonds in gedropt. De loser. Ja, ik vind dat van Anne daar, dat is gewoon nog echt actief. Het is wel heel erg wennen dat die berg weg is. Ah, wat doe jij hier? Ja, Reno en Beterbal zijn daarna. Jouw Rick Fox hebben al gehad. Mees en Piet! Wat? Ja, ja, ja. Hier wil ik heen. Even kijken, wacht. Daar wil ik heel graag heen. Daar gaan we. Hoi. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Oh nee. Oh ja, Piemelkat. Wat? Wat gebeurt hier? Ze zijn aan het bengen! Dit zijn hun villagers. Het ziet er nog mooier uit dan ik had verwacht hier. Hier, oké, okay, hier kun je kijken. Ja, gezellig. Nou, hier hebben ze een supermooie trap omhoog. Wat kut dit. Waar zijn we überhaupt? Oh ja, hier een eiland? Huis. Oh nee. Eiland. Oh, dit huis nee. heeft Mees ontworpen. Mooi pad daarnaartoe. Kijk, dit is de farm. Oh nee. Het is ook echt... Wat? Dubbele deuren, dat is extra protectie. Wat is dit voor deur? Ze hebben 41 diamond. Zo, wat is dat? Ze hebben een toren. Oh, dat is een aquarium. Die gele axolot hierin is van mij, hè? Eén van deze. Die ga ik gewoon terugstelen. Ik zou er één van Mees krijgen, maar ik heb hem nog niet... Terug. Ik zit vast. Ik heb mijn axolot terug. Nou, dit is dat van hun. Eigenlijk beter dan ik had verwacht van Mies en Peet. Ja, Mees en Piet. Mies en Peet. Oké, avonturen naar... Als het goed is Nathan de volgende waar we komen, hè? Oh, hij is een mindspoor aan het bouwen. Bezig met mindspoor. Althans, alleen op een hoekje. Het van Nathan is oprecht heel mooi. En heel groot vooral. Kijk, ik vind zijn slaapkamer vooral leuk. Hier. Oh, dit is wel... Ja, dit is nice. Mooi, hè? Mooie slaapkamer. En dan hier is hij bezig met... Weet ik veel wat dit is. Mega lange gangen. Oh. Ja, het is echt groot hier, hoor. Nathan is echt een grinder. Dan heb je hier zijn smelters. Automatische smeltkamer of zo. Dan hier zijn chestroom met heel veel kisten. Dan zijn farms. Praktisch farm. Nog een keer hier nog meer farms. Hier nog meer farms. Jee. En hier nog meer farms. En hier eindigt het. Bro, hij is nog geen 2 weken op de server. Nee, daarom. Het is een grinder. Ja, het is en dan hier is de trap omhoog. En dan heb je zeg maar zijn ingang eigenlijk en zijn uitgang. Heeft hij ook magma blokken bij jou achtergelaten? Nee. Ik weet zeker dat hij dat is. Nou, Reno is deze kant op. Kijk, aangekomen in Reno zijn Chinatown. Of wat is het? Japans iets? Ja. Abonneer op Reno Place. Abonneer. Kijk, ik heb ooit dit een keer gedaan. Ja. Ik had hier toen dit gemaakt een keer. Jeet. Ah, je wordt er echt ingeduwd.
Ja, je schrikt, hè. Maar volgens mij heeft hij nog steeds... Ik heb nog steeds al Reno's zijn diamonds in mijn base ergens. Hier, ik had toen dit erin geplaatst. De koning, deze leg ik jou een pus op. Als je dit niet oplost voor 31 juli... het is echt al... We gaan bijna oktober al in. Waar het varken is opgehangen, vindt zich een Simon met een locatie. Vind dit. Dat was bij Jordi's base. Ik ga letterlijk zijn diamonds. Zijn diamonds ga ik nu gewoon houden. Hij heeft het niet gehaald. Het is niet 31 juli. Het is bijna oktober. Je hebt geen jaar erbij gezegd. Ja. Oh ja, je moet trouwens wel gewoon uitslopen. Maar goed, dit is Reno's base, dus je hebt hier de mooie interieur. Ik ga altijd zo naar binnen. Oh, hij heeft wel een kelder. Wat is dit? Ah, je wilde die waarschijnlijk zijn chestroom maken. Hier heb ik een keer wat op laten blazen. Wil je hier terug? Zoek je de geheime kamer in je base. Ja, dat heb ik toen gedaan, maar ja. Oh, ja. Heeft hij nog steeds niet gedaan? We hebben in principe maar, wat zijn het, 4 inactieve mensen? Voor de rest valt het wel mee. Voor de rest speelt iedereen gewoon nog steeds. Laten we naar de gevangenis gaan. Dat hoort ook bij de server toe. Nee, welkom! Hij is wel echt groot eigenlijk nog steeds, hè? Ah, het is echt een unit. Het is echt een mega gebouw. Welkom, gevangene 309. Je gaat even naar je cellencomplex hier. Ik ga je vast je cel toewijzen. Kom maar. Nee, nee, hé. Hey, kom maar. Waar zat hij ook weer? Hier. Nee! Wat is dit? Je bent echt een loser. Had je mijn video niet gezien? Nee. Ik denk jij hebt mijn video al gezien waar dat gebeurt. Wow. Ik wil even een flashback nadat ik dat gedaan heb. Je maakt niet zomaar een ontsnappingsroute in mijn gevangenis, jongens. Dat werkt niet zo. Want kijk wat wij nou gaan doen. Blokkie droppen. Gaan we erin. En wat we dan doen, haal het water eruit. Plaatsen lava. Dus a.k.a. als je de ontsnappingsroute wil gebruiken. Kijk, en dan hakken we zelfs nog heel ver naar beneden. Dat je er echt diep in zakt. En niet gewoon op het onderste blokkie. Maar ja, het is wel gesaboteerd nu. Ik ben benieuwd of ze nu nog durven. Zag je de flashback? Wow. Had je dat echt niet door dat daar zat? Nee, oprecht niet. Ja, ik dacht van, ik wist dat hij daar zat. Ik had niet door je video, ik had me oprecht gewoon gezocht, hè. Ik had in alle hoekjes en dingen, had ik dingen gedropt. Ja, met dingen droppen. Ja, nou, okay, ga maar naar je uitgang, zie ik je wel weer daar. Ja, is goed. Hij had het gewoon niet gezien. Ik had daar gewoon, voor dit soort dingen had ik daar gewoon lava geplaatst. Want ik wist dat hij erin ging vallen. Ik denk, dan gaan we wel zijn uitgang gebruiken. Nee, ik kom net aan. Ik wist dat oprecht. Welkom in het cellencomplex. Kies maar de cel uit. Je krijgt hier het roze bedje. Nee, ik wil de blauwe aan de andere kant. Nee, dan krijg je wel een groot hier. Hoe voelt het? Dat is de toilet en opslag. Oké. Okay. Hey, ik moet deze oprecht nog verder bouwen, want dit is zeg maar wat je hier ziet. Ga je nog even uitlaten. Oh ja. Sorry. Aan beide kanten is hetzelfde. Aan de hele andere kant heb je natuurlijk ook gewoon al die cellen. En dan hier beneden ben ik laatst verder gegaan. En dan had je hier het winkeltje waar je dingen kon kopen. En hier wilde ik dan de kantine maken en zo, weet ik veel wat. En dan hier de wardens, officers. Maar ik moet nog veel meer doen. Maar ja, ik heb te veel dingen tegelijk. En deze staat gewoon... Dit is niet mijn hoogste prioriteit, de gevangenis. Omdat het niet in mijn eigen base is. Spinnen hebben echt in zijn groot vuur altijd. Dan krijg ik op zich ook wel weer zin om er even aan te werken. Kijk, en hier kunnen we een shortcut nemen naar Lorenzo. Let op, hè. Hier is wel zijn portal. Oh ja. Ja, goeie toe, hè. Je komt altijd in het poephuis van hun uit. En er is gewoon... Wow, er is wel iets gebouwd. Dit heb ik gebouwd. Wat is dit? Ja, dit wordt het FVD-kantoor. Het... Ah! Er stond een sign en ik wilde het lezen, maar die sign is opgeblazen. Ja, er stond het Heerenveen in de aanbouw. En dan wordt dit hun kantoor of zo. Zijn vlag, hij is zo een mega vlag aan het bouwen, hè, ja, Lorenzo. Ja, we moeten echt verder gaan. Als die ooit af is, dat ze zo lijp zijn. En dan heb je hier een geheime beest die niet zo geheim is. Die ook gewoon niet werkt. Mooi glas. Ja, iemand heeft kapot gemaakt. Dat is sowieso een van de jongens geweest. Nou, dan heb je hier een mooie chestroom. Prachtig. Hier een mooie slaapkamer. Hier een villagers. Mooie... Ze hebben wel gewoon villagers. Emerald bitch. Emerald bitch. Emerald bitch. Breaking bitch. Is dit een gevangenis of zo voor hen? Hé, hier ligt een boekje. Lees. Ja, we gaan er gewoon langs. Het verdrag... Oh, dit is het verdrag van Friesland. Oh, nee, joh. Rick Voorst, goede RP'er. Tozegeren, dat kan... Oh, mijn god. Wat staat er op pagina 69? 69. Bij het ondertekenen van dit verdrag bevestig je dat alle bezittingen van u en uw onderdanen, inclusief uw eigen leven, vallen onder Kingdom Friesland. Zullen we deze ooit een keer stelen? Nee! Waarom hebben ze zoveel creepers hier? Ik wilde rennen, maar toen die skeleton sloeg me. Door naar Edo en de opa's, dat is de hele andere kant. We hebben nu eigenlijk het hele noorden wel gehad, toch? Want wij wonen allemaal een beetje het noorden van de map. Wauw, nu kom je hieruit. Wow. Dit is van Edo en Piki. Wat zijn die allemaal aan het doen tegenwoordig hier? Want die zijn nog wel online. Ik vind het altijd leuk hoe het hier uitziet. Dan heb je een prachtig huisje met hun... Kijk, zij hebben gewoon een originele put bedacht en niet van het internet. Ja, had er echt nog veel meer.
Ja, dit is mooi. Nee, dit is super inderdaad. Dit is top neergezet zo. Nee, hun kelder is vooral gewoon groot. Ze hebben echt een mega kelder eigenlijk. Hier heb je je spullen weer, groetjes Mees. Oh! Oh ja, Ido kwam erachter dat Mees en Giet niet bij hem wouden wonen. Moesten ze alles teruggeven. Wat is dit? Ja, dit is een village plek. Ja. Op zich valt het wel mee hoe groot die kelder is. Maar Ido heeft toch een geheim project tegenwoordig? Weet ik eigenlijk niet. Zo zag ik de titel van zijn stream. Geheim project. Maar ik weet dan niet wat zijn geheim project is. Prachtige dierenfarm. Heel leuk. En dat zit volgens mij, hè? Volgens mij niet heel veel meer, nee. Ik kan het zeggen, dat is het gewoon wat Ido en Piek hebben. Nou, dan gaan we nu door naar... Ik vind een van de mooiste beesten die er is. Robin en Justin. Klopt, ja. Tegenwoordig wel helemaal met hun nieuwe portal en zo. Kijk, huis van de beer. Die is die kant op. De beer. De beer. Dit is nu de portal van Robin en Justin. Moet je dit zien. Je komt gelijk bij hun chanting room. Die vind ik echt zo lijp. Deze vind ik echt heel leuk. Met die amethyst meuk erbij en zo. En hoe ze dit ook gewoon level 30 hebben gekregen. Ja, dat is... Jawel, want hij zit in een soort... Hij zit er omheen. Wij doen hem altijd de standaard. Cirkel, ja, ja, maar hij zit alsnog met genoeg boekenkasten. En dan dit hier. Gewoon een chille ruimte, weet je. Nice. Hier kan je echt leuke geheime kamers doen. En dan kom je hier in een chestroom en zo. Ja, het is echt mooi hier. En als je hier zou komen voor het eerst, zou je gewoon denken van ja, dit is gewoon het, weet je. Gewoon simpel. Maar het is gewoon allemaal onder water. Dat is het lijpste van allemaal. Dat hun hele beest gewoon onder water zit. Deze kamer, dit is echt lijp, jongen. En dan hier heb je hun dierenbeestenbende, volgens mij. En hun farms. Oh, die zijn ook al tegenwoordig af. Maar het is bij hun ook fucking ziek. Want kijk, als je hier op het knopje drukt. Ja. Als je zegt, gaat het in het water hier allemaal omhoog? Het gaat in het water en dan gaat het zo omhoog. Kijk, kan je zo op de omhoog kijken? Wat? Kijk, zie je? Wat lijkt. Waar gaat hier het heen? Hier open. Fucking sick dit. Wat? En dan komt het hieruit, dan kan je het hier eruit pakken. Oh my days, dan kan je het hier gewoon zo pakken in je inventory. Ja. Wat sick. Lijpen. Wow, ik stop het even in deze kist hoor, voor hun. Oh, dat hoort het ook. Maar wow. Dat vind ik wel heel lijp dat het via dat water gaat. Dan hier staat hun villager ruimte. Die heb ik samen met Justin en met, waarom zit die onder? Hij dinnerbone heet hij zeker. Hij heet inderdaad dinnerbone. Ja, als deze ruimte... Daarom zeg ik, ik vind het nog steeds een van de ziekste beestjes die er is. En deze is ook gewoon nog lang niet af, weet je. Dit vind ik ook leuk gedaan. Ja, maar ook gewoon, ik wil zeggen, ook zo. Ja. Zoals dit is ook gewoon die detail is leuk inderdaad. En dan... Oh, ik weet... Oh, oh, ik stond ook gewoon op de goede plek. Dat was een gok, XP, hè. Ja, dit is de XP voor. Wauw. Die stak heel veel. Wat groot hier. Ja, dit is... Huh? Hun hebben gewoon heel veel chunks hebben ze uitgegraven, hè. Elk beest komt daar ook. Maar... Ik word altijd naar een andere XP-farm van hun begeleid. Waarom word ik nooit naar deze begeleid? Wat is het voor deze scam? Deze is de beste. Hier steek altijd. Wat een scam? Waar ze mij altijd heen begeleiden is deze. Hier word ik altijd heen begeleid. Ja, dit is de XP-farm die ik altijd gebruik. Oké, en dan last but not least, de beer! De beer. De beer. Hier ben ik zo benieuwd naar, hè. Naar het resultaat van de beer. Huis van Kenny de beer. Ben je er klaar voor? Huis van Kenny de beer. Wauw, een brug. Wow. Oh, daar is een kasteeltje inderdaad. Ja. Dit is denk ik gewoon zijn tijdelijke base of zo. Tijdelijk huisje denk ik ook. Tijdelijk huisje, lekker simpel. Alles niet gesorteerd, zo hou ik van. Ja. Hou ik van. Hij is een leuk kasteeltje aan het bouwen, hé. Ik vind de combinatie van Endersite en dingen, vooral met mijn textpack, maakt het heel mooi. Want daardoor zijn die blokken helemaal gemerged. Stone bricks, ja. Wow, ik hou van dit soort deuren, vind ik leuk. Gewoon dat het net één groot is. Nice. Lekker knus hier binnen. En dan ga je hier naar de toren of zo. Oh, tweede verdieping. Huh? Was het zo hoog? Wauw, dit is nog best hoog. Ik dacht dat we nu op het dak waren of zo. Ja, dit is maar dan kom je niet op het dak. Oeh, dit gaat plat. Hij gaat hem nog hoger maken, zo te zien. Hij gaat, ik kan zeggen, hij gaat hem sowieso hoger maken. Hij gaat hem nog hoger maken. Leuk man, dit. Volgens mij boom. Hoe dit eruit ziet. Nee. We hebben iedereen gehad, behalve nog René en ik. Ja. Alles behalve René en ik hebben we gehad. Nou, welkom in Kingdom Tooter. Kingdom Tooter, die naam hebben wij toen nog bedacht. We gaan eerst wel René de dingetje doen. René de cave. Hier de prachtige leeuwenkop van René. Ik vind het oprecht best wel cool. Ze moeten wel nog afmaken. Kijk, dit is de chestroom. Erg mooi. Nog ook niet af. Hier de cave. Deze gebruik ik ook nog steeds. Als ik ooit ga minen. Oh ja. Zij heeft mijn netherite armor gekregen. Weet je waarom? Ze is dood gegaan. En ze was er echt sip over. Van dat ze gewoon al de netherite shit kwijt was. En ik droeg het nooit. Dus ik zei, ja, pak die van mij maar. Weet ik was even een goede sim. Ik had proberen de kat van de ander vermoord. Ja, dat. Ik had het gehoord. Dat is een heel verhaal. Ze hadden mijn kat ontvoerd en daardoor is ze dood gegaan. Zet. Dan kom je hier zo heel leuk. En dan heb je hier de grote variant is tegenwoordig van de dierenbeestenbende hier. Alle vissen zitten hier te chillen. Heel veel schildpadden vooral tegenwoordig. Dan hier de farm. Ik heb tegen ze moet echt dit afmaken. Dan weet je hoe lijp dat ze zijn als ze die ruimte hier zo mooi maakt. Heb je de bijenplekje wel eens gezien? Ja. Ik ben ook heel bang om daar naar binnen te gaan. Hoppakee. Ze slapen allemaal of ze zijn dood. Hier heb je de dierenbeestenbende ook. Dierenbeesten, ja, ook helemaal vol. Helemaal vol. Helemaal vol met allemaal dieren. Zo, dat is dus een dierenbeestenbende. En hier had ze geheime ruimte, maar die is tegenwoordig niet meer zo geheim. Klopt, dat is dit. Het is gewoon de villagerruimte. Nou, dat was René de cave, denk ik. Ik vind het nog steeds heel leuk, deze cave. Ze gaat hem nog groter maken, ze heeft allemaal plannen nog steeds. Ze wil hem echt nog 10 keer zo groot maken, zegt ze. En dan nu, het meest mooie kingdom van allemaal.
Kingdom Force. Waar beginnen we? We beginnen bij de ingang hier. Kijk, dit is de ingang. Dit heb ik als eerst gebouwd ook. Echt deze muur. Kom je bij het treinstation waar we dingen naar jou sturen. Ja. En waar we dingen ontvangen. Mainly alleen abonneren op Wandert en abonneren op Dick Force. Mag ik één ding laten zien? Die is goed verstopt, maar hij is al weg. Die was goed verstopt, maar... Ah! Nou, welkom. Dan kom je hier omhoog en dan heb je hier de grote cave. Ja, hier heb je de grote cave, inderdaad. We slaan elkaar er even niet in, want we zijn al zo lang met elkaar aan het overleven. Dus ik ga op het randje staan. Ik vertrouw je. Hier heb je de mooie cave. Komen ze iets naar beneden? Ah, er zit zeker een bordje. Abonneer op Rick Fox, ik wist het. Loser. Oh, skeleton. Hele originele put hier. De Nether Portal. Ja. Mijn chest room die ik tegenwoordig een beetje geüpdate heb. Hij ziet er wat gezelliger uit. Dan kom je hier. Dan doe je eerst gewoon de benedenverdieping. Hier heb je mijn hotel waar nog niemand heeft geslapen. Met een mooie balie. Ah, met magma dingen. Heel vervelend. Dan heb je hier een klein kamertje. Ziet er goed uit. Ziet er leuk uit. Ja, heeft meneer magma weer gedaan. Dan kom je hier. Dit is hetzelfde kamertje. Met een grasblokje. Dus hier is een enderman geweest. Hetzelfde kamertje. Hetzelfde principes. En dan heb je ook de luxe kamer. Dat is de kwaliteitkamer. Er is geen betere kamer dan deze luxe kamer hierboven. Dan moet je nog buitenom, buiten lopen. Ja, je wordt buitenom mooi gestuurd. En dan kom je binnen. En dan heb je deze luxe kamer. En dan gaan we Reno's diamonds eindelijk een keertje terugpakken. Zo. Voor Reno. Kijk, alle diamonds. Ik ga ze nu gewoon claimen ook. Nu zijn ze ook gewoon voor mij. Abonneer. Loser. Jij bent hier al geweest. Daarom was dit cobblestone. Waarom heb je overal bordjes met abonneren op Rick Force? Ja, ik vind het echt zo leuk om te doen. En dan hier, dit is nieuw tegenwoordig. Ik weet niet of je dit al had gezien. Ja, dit heb ik... Oh, natuurlijk. Ja, vanmorgen. Ja, vanmorgen had je dit gezien. Toen ik nog op school zat. Ja, en dan hier komt gewoon de leuke automatische farms en zo. Die komen hier. Ja. Wordt nog aangewerkt. Wordt nog aangewerkt. Is in de making. Je hebt hier trouwens de grote muur. En hier heb je waar alle zombies en alle andere beesten in gestopt worden. Hier schrokken. Gewoon iedereen die het verdient een speciale dood krijgt, komt in de lava terecht naar. Dan heb je, kom maar, dan gaan we hier omhoog. Dan heb je hier de bank, daar zijn we mee bezig. Bank. De bank is een work in progress. Dus de tuintje hier wordt nog gemaakt. Hier is meneer Magma ook weer bezig geweest. Ja, dan heb je hier de geheime kluis, waar de ruimte is, dus waar nu aan gebouwd wordt. Maar ja, dit wordt dus de geheime bank hier, heel leuk. Moet je snel erheen rennen, anders... Ah! Word je geplet. Daarboven heb je de raket zitten. Die heb jij gemaakt. Die ken ik. Dan mijn enchanting room, waar ik nog nooit letterlijk wat geenchant heb. Ik heb hier legit nog nooit wat geenchant. Ja, ik wist het. Ik wist het. Je hebt overal bordjes. Hier mijn farm schoon. Dan hierboven. Hier moet je overheen springen, want dit is wederom meneer Magma geweest. Hier was de raketopstijging. Precies daar is de raket. Hier heb je nog mijn marsmannetjes outfit. En een abonneer op Rick Force. Vreselijk. En hier ook een. Waarom heb je ze echt overal geplaatst? Dan kom je hier bij mijn villagerkamer. Heel leuk. Heel leuk. Oh ja, ik ben, oh mijn god, hier heb je ze ook allemaal gedaan. Achter een villager. Ik durf te wedden dat hij achter een villager zit. Hij zit niet achter een villager. De slag om toe te abonneren op Rick Force. Ja hoor, daar heb je hem. Ja, maar ik heb hem echt op plekken gedaan waar je gewoon voorlopig nooit komt. Gewoon niet nou, zou komen. Nou, maar laten we een rondleiding doen nu. Dan ja, kom daarom. Ik gewoon op heel veel plekken. Dan kom je er overal langs. Ja, hier is de simcave. En dan ga ik jou een geimpje vertellen. Meneer Magma is hier ook weer geweest. Ja, meneer Magma is overal geweest. Dit is de simcave, hè? Nou, welkom. En zie je die axolot daar? Mm-hmm. Die bewaakte kist. Oh, is dat mijn totem? Nee, jij lul! Nee! Dat is jouw totem. Weet je hoe lang geleden ik jouw totem gepakt heb? Ik heb het toen nog een keer in de chat gezet met welke lul heeft mijn totem gestolen. En ja, ik ben zelfs een keer met jou meegeweest naar die plek. En toen had je het helemaal verteld. En toen zei ik, ja, geen idee wie hem heeft en zo. En toen had je helemaal uitgelegd over je totem. God. Maar ik heb jouw totem, die ligt al zo lang in deze cave gewoon. Mijn toren heb je hier nog. Prachtige toren. En de windmolen is trouwens van René. Die heb ik helemaal geskipt om te vertellen. Maar René, die moet hem nog afmaken. Die is gewoon nog mee bezig. Maar die heeft druk met school op het moment. En dan dit is de toren. En de toren kan je alles op zien. We gaan elkaar er niet afslaan, oké? Dit is de prachtige... Kijk, daar kan je heel Kingdom Tutor zien. Kijk, ik ben daar bezig met de berg. Is dat niet opgevallen? Dat ik die hele muur daar gedaan heb. Achter dinges. Nice. Sinds dat ik mijn hoofd heb neergezet daar. Ben je ja, dus omdat jij... Ik heb dat hoofd weggehaald. Toen zag het er nog lelijker uit. Toen heb ik besloten om die hele muur gewoon te fixen. Ja, dat was Kingdom Tutor. Dat was de rondleiding. Oké, jongens, Rick is geliefd. Ik heb het verdrag van Friesland. En ik heb de 44 diamonds van Reno. Reno, weet je wat? Ik claim ze voor nu. Kom je ooit terug? Dan mag je ze hebben. Maar voor nu zijn ze gewoon voor mij, loser. Oké, verdrag van Friesland. Waar gaan we die opbergen? Die gaan we wederom in de Simp Cave opbergen. En waar doen we dat? Dat doen we hier bij de Totem of Undying van Rick. Oh, die heeft hij gestolen. Vervangen we voor het verdrag van Friesland. En mijn axolotje.
welkom thuis. Nou, dat was de server toe, jongens. Ik heb jullie alles laten zien wat we hebben. Dus voor nu was dat de episode. Het was een ander soort episode dan normaal, want het was een server tour. En niet iets heel anders. Geen progressie, geen dingen gebouwd, letterlijk bijna geen blokjes neergezet, maar soms is dat niet erg, hè. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk je nog steeds de video, reageer dan. Kaas. Dank jullie wel voor het kijken. Spreek jullie later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. En tot de volgende keer. Doei! Yeah.